geluid. Klopt. Camera. In deze video beantwoord ik veelgestelde vragen over de dekking van de inboedelverzekering. Ik heb heel wat vragen voor je. Laten we dan vooral beginnen. Als eerste ben ik benieuwd, wat valt er allemaal onder de dekking van de inboedelverzekering? Met een inboedelverzekering verzeker je de spullen in je huis tegen schade. Het gaat om alle spullen die niet vastzitten in of aan je woning. En waar zijn deze spullen dan precies tegen verzekerd? De volgende zaken zijn allemaal verzekerd met een inboedelverzekering. Alle schades door inbraak en diefstal, brand, water en elektriciteit, bijvoorbeeld blikseminslag. En schade aan spullen die tijdelijk in de opslag staan, antennes en zonwering, maar ook spullen in je bijgebouwen, zoals de garage en de schuur. Maar ook kosten om de schade op te ruimen, kosten voor vervangende woonruimte als dat nodig is. En bovendien zijn elektronica zoals laptops, smartphones en tablets bij Interpolis standaard mee verzekerd. En als laatste, schade aan veranderingen of uitbreidingen van je huurhuis, dit noemen we huurdersbelang. Vraag jij je af waar een inboedelverzekering eigenlijk voor is? Bekijk dan eerst onze andere video door hier rechtsboven te klikken. En je zei net iets over huurdersbelang. Wat is dat precies? Huurdersbelang staat voor alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die je voor eigen rekening hebt aangebracht. Of tegen betaling hebt overgenomen van de vorige huurder. Zoals bijvoorbeeld een parketvloer, keuken of badkamer. Maar ook schilderwerken en behang. Zelfs complete gebouwen, zoals berging, garages, serre, kunnen onder huurdersbelang vallen. En hoe zit het met de dekking bij diefstal? De bedragen en voorwaarden bij diefstal zijn bij iedere verzekeraar anders. Ik zal je daarom in het kort vertellen hoe het zit bij Interpolis. Diefstal van je diefstalgevoelige inboedel is bij ons verzekerd tot 35.000 euro. Je kunt dit bedrag verhogen als je woning aan bepaalde preventiemaatregelen voldoet. Diefstal van edelmetalen, edelstenen en munten is verzekerd tot 7500 euro. Diefstal van sieraden is verzekerd tot 15.000 euro. Diefstal van gereedschappen is verzekerd tot 35.000 euro. En tot slot is diefstal van sleutels verzekerd tot 350 euro. Voor alle genoemde zaken geldt dat dit niet bij elke verzekeraar of pakket hetzelfde is. Het is dus altijd aan te raden om je persoonlijke polis te checken. Helder, thanks. En ik hoorde de term diefstalgevoelige spullen. Tja, spullen zoals deze. Spullen die makkelijk mee te nemen zijn en voor een dief veel geld opleveren. Is het nog mogelijk mijn spullen extra te verzekeren? Jazeker, je kunt ervoor kiezen je inboedel all-risk te verzekeren. Dan wordt ook schade door eigen schuld vergoed. Bijvoorbeeld als iemand iets laat vallen of omstoot. En wat is er niet verzekerd met een inboedelverzekering? Sommige zaken zijn niet verzekerd met een inboedelverzekering. Zoals schade door opzet of grove schuld. Door schade aan auto's, motoren en caravans. Schade door veroudering, slijtage, verrotting en roest. Schade tijdens bewerken, monteren, schoonmaken of repareren van de inboedel. Diefstal van diefstalgevoelige inboedel, sieraden, horloges, edelmetaal, edelstenen en munten als je woning onbewoond is. Schade door vorst, vandalisme en relletjes als je woning langer dan 90 dagen onbewoond is. Schade aan je inboedel als deze langer dan 2 jaar onbewoond is. Alleen schade door brand, storm, blikseminslag en ontploffing is wel verzekerd. Schade aan je inboedel als je niet hebt doorgegeven aan de verzekeraar dat je woning een rieten dak heeft. Schade aan computerbestanden en niet originele computerprogramma's. Schade veroorzaakt door huisdieren of dieren die je toelaat tot de woning. Schade door fraude, misbruik en onvoorzichtigheid. Schade door normaal gebruik van de inboedel, bijvoorbeeld vlekken, barsten, krassen en deuken. Het kwijtraken van de inboedel. En de kosten om je sleutels en sloten te vervangen bij verlies van de sleutels. Oké, en tot welk bedrag ben ik verzekerd? Diefstalgevoelige inboedel is bij Interpolis standaard tot 35.000 euro verzekerd. Tegen diefstal op de inboedelverzekering. Dit zijn bezittingen die interessant zijn voor inbrekers, zoals tv's, computers, smartphones en dergelijke. Of misschien heb je horloges, kunstwerken in bezit die veel geld waard zijn. Oh ja, en hoe zit het als mijn bezittingen boven dat bedrag uitkomen? Dan kun je een hoger bedrag aan diefstalgevoelige inboedel verzekeren. Je moet dan wel voldoen aan bepaalde preventie-eisen, zoals een kluis of een goede beveiliging van je huis. Wil je meer over weten? Neem dan een kijkje op de website van Interpolis. Helder, bedankt. En hoe zit het met mijn waardevolle sieraden? Kun je daar meer over vertellen? Sieraden en horloges zijn op de inboedelverzekering bij diefstal tot 15.000 euro standaard verzekerd. Edelmetaal, edelstenen of munten zijn bij diefstal tot 7500 euro standaard verzekerd. En als je een hoger bedrag wilt verzekeren tegen diefstal, dan moeten deze spullen opgeborgen zijn in een kluis. Deze kluis moet minimaal voldoen aan de euronormering. De kluis moet daarnaast vastzitten in of aan de woning en voldoen aan de montagenormen. Liggen je sieraden, horloges, edelmetaal, edelstenen en munten in een afgesloten goedgekeurde kluis? Dan betalen we bij diefstal maximaal 200.000 euro per object of verzameling. Oh ja, duidelijk.
En als ik vanuit huis werk, bijvoorbeeld omdat ik een eigen bedrijf aan huis heb, zijn de spullen in mijn bedrijfsruimte aan huis dan verzekerd op de inboedelverzekering? Ja, inboedel in je kantoor, bedrijf of praktijk aan huis is standaard verzekerd op de inboedelverzekering tot 25.000 euro. Het gaat om spullen waarvan jij de eigenaar bent. Er is alleen dekking voor schade aan spullen die op het woonadres staan. Spullen die je op voorraad hebt, voor handel of promotie, zijn niet verzekerd. Oké, en stel ik heb mijn spullen tijdelijk opgeslagen in verband met een verhuizing. Is dit dan verzekerd met mijn inboedelverzekering? Als je de opgeslagen inboedel niet gebruikt en het is de bedoeling dat deze weer terugkomt in je woning, dan is dit standaard mee verzekerd op de inboedelverzekering. Dit geldt ook wanneer je spullen zijn opgeslagen in een externe opslag, zoals AllSafe of SureGuard. En hoe zit het bij inbraak in de opslag? Bij schade door diefstal van de inboedel moeten er sporen van braak aanwezig zijn. Als je inboedel langer dan 2 jaar is opgeslagen, dan betaalt Interpolis alleen voor de schade door brand, blikseminslag, ontploffing of bij schade door een vliegtuig. Hoe zit het als ik spullen geleend heb van vrienden? Zijn de spullen dan verzekerd op mijn inboedelverzekering? Spullen die je leent, huurt of leest zijn standaard mee verzekerd tot maximaal 25.000 euro op de inboedelverzekering. Voor spullen die je huurt of leest betaalt Interpolis alleen de kosten die volgens het contract voor je rekening zijn. We betalen dus bijvoorbeeld niet meer dan dat jij aan de verhuurder zou moeten betalen. Zeg, en als ik mijn woning gemeubileerd verhuur, kan ik de inboedel dan bij Interpolis verzekeren? Je kunt de inboedel verzekeren als je de gemeubileerde woning aan een persoon of gezin verhuurt. Ah, top. En is diefstal dan ook gedekt? Ja, dat is verzekerd. Het moet natuurlijk wel duidelijk zijn dat er echt ingebroken is. Hey, Christian, dan heb ik nog wat specifieke vragen. Ik ben een klusser. Is diefstal van mijn gereedschap verzekerd? Ja, je gereedschappen zijn onderdeel van je inboedel en zijn hetzelfde verzekerd als de rest van je inboedel. Bij diefstal van je gereedschappen betalen we maximaal 35.000 euro. Duidelijk. Ik moet goed blijven opletten dus. Zijn ramen van mijn huurhuis of appartement verzekerd? Niet alleen als je een koophuis hebt, maar ook wanneer je woonruimte huurt, is glas standaard verzekerd. We betalen alleen als je zelf voor de schade aan het glas moet betalen. Dit staat bijvoorbeeld in het huurcontract of het reglement van de Vereniging van Eigenaren. Oké, en in welke situaties geldt dit precies? We betalen voor de volgende situaties. Het breken van glas. Wanneer je last hebt van water of stof tussen de glaspanelen van je dubbelglas, in het geval dubbelglas nog geen 10 jaar oud is en de leverancier of fabrikant geen garantie meer geeft. Schade door scherven van ruiten, spiegels of van glas in wandversieringen. Het glas van een gemeenschappelijke ruimte bij het huis is niet verzekerd. Met glas bedoelen wij ruiten, spiegels en eventuele glazen wandversieringen. Is je huis langer dan 90 dagen onbewoond? Dan is schade aan de ramen niet verzekerd. Gehoorapparaten, zijn die verzekerd op de inboedel? Je gehoorapparaat is onderdeel van je inboedel en is hetzelfde verzekerd als de rest van je inboedel. Dat is prettig. En dan misschien een beetje een gekke vraag. Is mijn huisdier ook verzekerd op de inboedelverzekering? Ja, je wilt er natuurlijk niet aan denken, maar huisdieren zijn verzekerd op de inboedelverzekering tegen schade door brand, bliksem, ontploffing, storm en diefstal. Hoewel het natuurlijk nooit de emotionele schade zou kunnen dekken. Wow, zeker niet, nee. Diefstal van dieren is alleen verzekerd wanneer de dieren binnenshuis zijn. En dan tot 35.000 euro. Schade door je huisdier aan je woning en inboedel is niet verzekerd. Welke schade veroorzaakt door huisdieren is dan wel verzekerd? Schade door dieren die zonder toestemming zijn binnengekomen is verzekerd. Schade veroorzaakt door je eigen huisdier of door dieren die je hebt binnengelaten is niet verzekerd. Als de schade niet direct is veroorzaakt door het gedrag van het dier, dan is het wel verzekerd. Wanneer je hond bijvoorbeeld tegen je aanspringt en je daardoor je telefoon laat vallen. Is mijn inboedel tijdens de verhuizing verzekerd? Die is verzekerd wanneer het voertuig dat je gebruikt om te verhuizen een ongeluk krijgt. De inboedel tijdens het hijsen of laten zakken losraakt. De hulpmiddelen tijdens het laden en lossen niet goed werken. Daarnaast ben je verzekerd voor diefstal of het kwijtraken van verhuisdozen. Kisten, koffers of iets anders waarin je de inboedel verhuist. Tijdens je verhuizing is je inboedel op het oude en nieuwe adres verzekerd. Voor het huis waar je op dat moment niet woont, geldt dat er sporen van braak aanwezig moeten zijn bij diefstalschade. Een schade door vandalisme en relletjes is niet verzekerd. Oké, en stel dat mijn spullen schade hebben door bijvoorbeeld roest of slijtage. Is het dan verzekerd? Nee, de inboedelverzekering verzekert onverwachte gebeurtenissen en geen gebeurtenissen die logisch en te verwachten zijn. Het is normaal dat spullen slijten en mede daardoor minder waard worden. Deze waardevermindering vergoeden wij niet op de inboedelverzekering. En nog een vraagje. Waarom is schade door normaal gebruik van mijn inboedel niet verzekerd? Normale gebruikersschade kun je bijna niet voorkomen. Bijvoorbeeld krassen op je vloer doordat je erop loopt. Of eigen gebrek, zoals slijtage van je cv-ketel.
Daarom verzekeren wij normale gebruikersschade niet. Je had het over eigen gebrek? Eigen gebrek is schade veroorzaakt door het product zelf. Door een natuurlijke eigenschap, slijtage of een slechte kwaliteit. Bijvoorbeeld als kortsluiting ontstaat in een oude waterkoker. De schade aan de waterkoker is niet verzekerd, de gevolgschade wel. Gevolgschade? Dat is de overige schade die is ontstaan als gevolg van de kortsluiting. Dan de allerlaatste vraag. Zijn de spullen van mijn kinderen ook verzekerd op de inboedelverzekering? Ja, de spullen van je kinderen die thuis wonen zijn verzekerd op je polis. Bij de keuze van de gezinssamenstelling tel je je thuiswonende kinderen mee. Uitwonende kinderen moeten zelf een inboedelverzekering afsluiten. Als je kind voltijd studeert en jonger is dan 25 jaar, krijgt je kind 20% studentenkorting op een eigen inboedelverzekering van Interpolis. Dat klinkt mij goed in de oren. Mooi. Wil je nog meer informatie over de inboedelverzekering en de dekking? Ga dan naar interpolis.nl of stel je vraag hieronder in de comments en neem een kijkje op ons YouTube-kanaal voor nog veel meer video's over onze verzekeringen.